Ik heb mijn studie geneeskunde in Maastricht gedaan en ik ben daar aangenomen voor de opleiding tot kinderarts. En tijdens je opleiding van 5 jaar ga je ook 1,5 jaar minimaal je stage doen in een perifere kliniek. En daaronder valt ook Veldhoven. Dus vandaar dat ik hier mijn stage kindergeneeskunde doe. Het leuke van zo'n nieuw centrum is dat je dus heel breed naar je patiënt kan kijken. Maar je kan ook heel gericht zeggen van hey, ik wil dat deze patiënt op deze afdeling komt of in deze context gezien wordt of behandeld wordt met alle deelspecialismes. Dat betekent dat je dus een heel uitdagende omgeving hebt waar je heel veel vrijheid hebt om dingen uit te zoeken. Heel veel veiligheid van mensen die achter je staan waar nodig. Dat je de verdieping in kan waar je de verdieping wil hebben. Waar je de breedte in kan gaan als je meer de breedte denkt nodig te hebben. Dat is het leuke aan onze setting. Eigenlijk als begin, dus als je hier komt, worden meteen ja, wordt samengekeken wat zijn jouw leerdoelen voor de hele stage, dus voor het 1,5 of 2 jaar dat je hier bent. En dan wordt dan ook tussendoor aandacht aan besteed. Dus deels maak je natuurlijk je opleiding zelf door zelf je leerdoelen te bepalen en daar een plan voor te maken. Maar ook vanuit de opleiders wordt er ook actief naar gevraagd en daarin bijgedragen. Dus dat is een samenwerking van beide, maar dat wordt wel ook specifiek op jou persoonlijk aangepast. We vinden het belangrijk dat mensen goed worden opgeleid. De opleiding betekent toekomst van ons vak. Doorgeven van je kennis. Dat mensen kunnen helpen zichzelf te ontwikkelen. Het is een hele goede reflectie voor jezelf. Het is een mooie spiegeling. Dus het geeft aan alle kanten geeft ontzettend veel plezier in je werk. En daarnaast is het ook gewoon heel leuk om met meer mensen te werken. Het maakt de sfeer goed. Het betekent dat je de leuke dingen kan delen met elkaar. Ook dat je de dingen die je raakt, kan je met elkaar ook delen. Dat is ook wel belangrijk in ons vak. Als AIOS zie je dan ook de leerling het ook vanuit de andere kant bekijken. Als je bijvoorbeeld ook bij de besprekingen bent waar de gynaecoloog bij zit en dan ook vanuit moederskant het verhaal hoort. Dus dat geeft je gewoon een breder beeld. Dus dat is wat betreft de neonatologie. En verder wat betreft de kindergeneeskunde zijn hier een groot aantal algemene kinderartsen, maar ook een aantal subspecialisten. Wat dan ook weer meer verdieping geeft van verschillende ziektebeelden. Dus dat is ook heel erg boeiend.